We zijn hier vandaag in Sunpark Simol met de kerstverse nieuwe finalisten van Mr. Gay Belgium 2017. En ik heb hier bij mij Alan zitten. Dag Alan. Je mag jezelf kort eens voorstellen. Ik ben Alan, ik ben 23 jaar en ik woon in het hartje van Antwerpen. Samen met mijn zus baat ik Taverne de Kluizen uit. Daarnaast heb ik ook een hele grote liefde voor mode. Vertel, waarom mode? Ik heb dat altijd gestudeerd in het middelbaar en ook nog extra bijgestudeerd, specifiek patronen. Omdat... Is er een bepaalde droom dat je in de mode wilt realiseren? Ja, toch wel. Zeker en vast. Ik ga nog steeds met mijn vorige school mee naar Parijs voor Dries Van Noten. En daar mogen wij de modellen dressen. Dus dat is een mega ervaring om backstage te zijn. Ik heb zo Kanye West al ontmoet en dat is onbeschrijfelijk. Oké, leuk. En waarom heb je jezelf ingeschreven voor Mr. Gay Belgium? Ik wil een stem zijn voor de startende holibi-gezinnen. Omdat ik zelf ook een kinderwens heb en ik zou graag ervoor willen zorgen of toch een deeltje kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de betere wetten hier in België. Oké. Heb je al bepaalde acties die je wilt ondernemen tijdens de campagneperiode? Ik heb wel aan gedacht om met gezinnen in contact te komen, dus een meeting te organiseren, zodat ik mij kan verdiepen in het effectieve, naar een gezin gaan. Omdat ik ben nog maar 23, ik heb een hele grote kinderwens, maar momenteel, ja, ik heb ook nog geen vriend, dus er komt nog geen kindje. Maar ik zou wel graag eens tot de mensen komen die dat er al mee bezig zijn of graag een kindje zouden willen in de toekomst. Oké, goed. Totaal iets anders. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? In New York, tijdens New York Fashion Week. Wat zou je niet kunnen missen in je leven? Dat is een heel interessante vraag, maar ik zou mijn mama niet kunnen missen. Vertel. Ik heb met mijn mama een hele speciale band en... Ja, dat is zo heel moeilijk, omdat wij hebben ook een heel moeilijke... in mijn jeugd hebben wij het niet zo gemakkelijk gehad. En mijn mama is er altijd geweest en die zal er ook altijd zijn. Oké, mooi. Dat is mooi. En om af te ronden, wat is jouw levensmotto? Everything's gonna be alright. Zoals Bob Marley heeft gezongen. Dat is mooi. Oké, dankjewel Alan.